3 Minutes nummer 1567 met een uitzending voor vandaag, 6 maart 2019. En mijn stem raspt een beetje. En dit is het bulletin van woensdag. Vandaag is er opnieuw weinig tijd voor de uitzending. Vandaar dat ik vandaag aflevering 2 van de serie over repeaters uitzend. Ik heb daarnaast data die ik net nieuw gecodeerd heb. Dat is het VIA-nieuws uit Australië van afgelopen zondag. Dat heb ik al eerder gebruikt. Maar als ik me niet vergis was het toen al in een klein gedeelte. Omdat dat met een lage snelheid ging. Nu doe ik dat in PSK R63 met 20 carriers bij 1500 hertz. PSK R63 met 20 carriers bij 1500 hertz. Er zit een Reed Solomon code voor. Dus het zou automatisch goed moeten komen. Ja, ik wilde vandaag wat extra tijd voor de uitzending vrijmaken, zodat ik ook wat nieuwe content had. Maar ik had de afgelopen nacht heel slecht geslapen. Vervolgens werd er vanochtend onderhoud aan mijn verwarming uitgevoerd. Om die verwarming even te testen heb ik daarom rond de 3 uur vanmiddag die verwarming hoger gezet dan normaal. Vervolgens ben ik ahum met die warmte weer eens overdag in slaap gevallen. De koude kop koffie stond toen ik wakker werd nog naast me. Ik heb wel goed geslapen, maar ik had wel 2 opdrachtgevers aan wie ik beloofd had een werkje te doen. Waar nu maar net genoeg tijd voor was. Daardoor kon ik dus pas om 6:55 aan de Daily Minutes beginnen. Het is niet anders. Ik behandel heel kort enkele nieuwsberichten. Als je voor het Morse-examen in België op wilt gaan, dan heb je daar volgens www.veron.nl nog tot 13 maart de tijd voor om je ervoor op te geven. Als ik me niet vergis wordt het examen maar 1 keer per jaar gehouden. Dus het is wel zaak om dan inderdaad nu de koe bij de horens te vatten. Het volgende examen met sluitingsdatum dus op 13 maart vindt plaats op 13 april om 13:30. Met het certificaat dat je daar ontvangt kun je bij AT vragen om de aanduiding CW Included op je Nederlandse registratiebewijs te zetten. De Radio Vlooienmarkt van de Veron afdeling Den Bosch in Rosmalen wordt op aanstaande zaterdag 16 maart gehouden. Dat is dus ruim over een week. Entreeprijs is 8 euro. Kassa's gaan open om 8 uur, maar je mag er pas vanaf 9 uur in. De markt duurt tot 15:30. Ja, vervolgens deel 2 van de serie over repeatertechniek. Het grootste probleem bij veel repeaters is hoe je de oversturing van de ontvanger door de eigen zender de baas wordt. Daarbij spelen doorgaans 2 problemen. Aan de ene kant is het signaal van de zender zodanig sterk dat de ontvanger blokkeert en daardoor niets meer ontvangt. Het tweede probleem is dat zenders vaak een hoeveelheid achtergrondruis produceren, zeker nabij de zendfrequentie. Die ruis drukt dan de ontvangst weg. Er zijn repeaters waarbij deze problemen niet of nauwelijks spelen. Voor 10 meter repeaters worden filters voor gebruik op 1 antenne van zowel zender als ontvanger, zeker bij de gebruikte shift, onpraktisch groot. Bij 10 meter repeaters staan daardoor de zenders en de ontvangers dus vaak een eind uit elkaar, dikwijls kilometers. Bij zo'n opstelling is de afstand tussen de zender en de ontvanger zo groot dat je geen last hebt van ruis of oversturing. Lekker makkelijk. Repeaters voor Tetra hebben in de meeste gevallen ook geen filter nodig. Dat is omdat het systeem met tijdslots werkt. Op het moment dat de zender in de lucht is, staat de ontvanger tijdelijk uit. En als de ontvanger aanstaat, is de zender uit. En die veroorzaakt zo geen problemen. Verder is naarmate de shift groter is, het probleem veel kleiner. In de mobielefoonband op VHF wordt vaak een shift van 4 of 5 MHz gebruikt. De 2 meterband is voor zo'n shift gewoon te klein. Maar de problemen zijn ook dan een heel stuk minder groot. Crossband repeaters, dat wil zeggen repeaters die relayeren tussen 2 banden, hebben meestal geen extra filters nodig. Er zijn diverse zendontvangers die als crossband repeater kunnen werken, ook al zijn zenderontvanger op dezelfde antenne aangesloten. Je zou kunnen zeggen bij een repeater tussen 2 meter en 70 centimeter is de repeater shift krap 290 MHz groot. Dat is zo groot dat er nauwelijks problemen zijn. Er speelt bij dat soort crossband repeaters wel een ander probleem. Als de zender van een crossband repeater op 2 meter zendt, mag de ontvangstfrequentie op 70 centimeter niet te dicht in de buurt van de derde harmonische werker van die 2 meter zender. Anders ontstaan dezelfde problemen of erger. En de zaak kan dan door terugkoppeling van uitgang naar ingang bijvoorbeeld zelfs gaan rondzingen. Je kunt de repeater overigens laten werken op 2 antennes. Je kunt de ene antenne in het dip van de andere opstellen. Rondstralers stralen vaak niet recht omhoog en zo heb je daardoor ook wel enige onderdrukking. Dergelijke repeaters op 2 meter en 70 centimeter werken vaak niet erg betrouwbaar. Dikwijls als er een verandering is in de omgeving, met name met metalen objecten, kan het al een reden zijn waarom het ineens niet meer werkt. Je kunt deze situatie verbeteren door extra verzwakking van het zendsignaal te creëren, doordat deze de ontvanger dan niet meer dichtdrukt. Dit kan door een zeer scherp filter voor de ontvanger te plaatsen. Dat moet tegelijkertijd echter wel een filter zijn dat de ontvangersignalen niet te veel onderdrukt. Een lage doorlaatdemping dus. Veel repeaterbeheerders kiezen ervoor om de zender en de ontvanger op dezelfde antenne aan te sluiten.
Dat is in zekere zin een technisch hoogstandje, maar het voordeel zou zijn dat het stralingsdiagram voor zenden en ontvangen helemaal gelijk is. Dat is echter maar ten dele waar. Door reflecties kan het stralingsdiagram van een antenne op 2 meter bijvoorbeeld aanmerkelijk veranderen als je slechts 25 kHz van frequentie verandert. Bij 600 kHz zijn die verschillen nog groter. Met name de dippen in de ontvangst en ook bij zenden die zitten op een andere frequentie op heel andere plekken. Wel is het zo dat het stralingsdiagram voor zenden en ontvangen bij de zender en de ontvanger op één antenne gegarandeerd meer gelijk is dan bij gebruik van twee antennes. In het volgende deel van deze serie gaan we in op hoe het signaal van zender en ontvanger op dezelfde antenne aangesloten wordt. Als je de coax-uitgang van een zender direct op die van de ontvanger aansluit, dan kun je er redelijk zeker van zijn dat een flink deel van de ontvanger dit niet overleeft. Er zijn dus drastische maatregelen nodig. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
En microfoon naar retour.